Welkom op dit infomoment over e-invoicing. Mijn naam is Cindy Denies, financieel deskundige bij het lokaal bestuur Hoeylaert en ik ga u toelichten hoe het lokaal bestuur zal omgaan met de wijzigingen op vlak van facturatie, ons opgelegd door Europa. Bij wijze van introductie vindt u op onze website een filmpje van de federale overheid over dit onderwerp. We leven met z'n allen volop in het digitale tijdperk. Iedereen weet ondertussen wel... Dat de i e in e-mail verwijst naar electronic. Bij e-invoicing is dat hetzelfde. E-invoicing staat voor electronic facturatie. Concreet betekent dit dat uitgaande en binnenkomende facturen digitaal opgemaakt, verzonden en ontvangen worden. Digitale facturatie, dat ook als synoniem van e-invoicing gebruikt wordt, maakt een einde aan het tijdperk van facturen printen met de post verzenden naar je klanten. Of binnenbrengen bij je boekhouder. Wat gaat er nu uiteindelijk veranderen? Vanaf 1 mei 2023 zullen de Gemeente, het OCMW en het AGB HOLAR inkomende facturen enkel nog in elektronische vorm aanvaarden. Facturen in PDF, Word, Excel of papieren vorm zullen niet meer aanvaard worden na die datum. Wij kiezen resoluut voor één stroom aan inkomende facturen om verwarring te vermijden. Waarom doet het lokaal bestuur dit? Er zijn drie belangrijke redenen waarom wij dit doen. Dit is bovenal een wettelijke verplichting, maar wel eentje die resulteert in efficiëntiewinst, zowel bij het lokale bestuur als bij u als ondernemer. E-facturatie is een verplichting die opgelegd wordt door Europa. Via een richtlijn die al van 2014 dateert. Europa stipuleert in deze richtlijn dat overheden verplicht zijn om e-facturen te ontvangen. Bijkomend wordt in deze richtlijn de norm vastgesteld waaraan deze e-facturen moeten voldoen. Europa heeft deze richtlijn ingevoerd omdat zij wenste dat de bedrijven de stap naar digitalisering zouden zetten omdat hier bij de bedrijven weinig aannemen rond was, heeft Europa de overheden verplicht om digitale facturen te ontvangen. Op deze manier hoopt Europa dat bedrijven die transacties hebben met overheden en dus tot e-invoicing verplicht zijn, ervoor kiezen om ook de transacties met andere bedrijven digitaal te factureren. In 2019 heeft België deze richtlijn omgezet naar nationale wetgeving. En op 9 maart van vorig jaar is het koninklijk besluit uitgevaardigd die de uitvoering van deze nationale wetgeving regelt. De belangrijkste deadline hier is 1 november van dit jaar, waar voor alle opdrachten boven de 3000 euro een elektronische factuur moet gemaakt worden. Als grote voordelen ziet het lokaal bestuur de tijdswinst die het genereert bij de verwerking van de facturen. Hetgeen zal resulteren in een snellere betaling van de facturen. Wij hanteren nu al de regel dat eens een factuur is goedgekeurd, deze direct doorgaat voor betaling. Aangezien de verwerking sneller zal gaan, zal ook deze termijn korter worden. Ook het verlies van facturen door een verkeerd verzendadres of mailadres zal verdwijnen. U zal als ondernemer eenvoudiger facturen kunnen opmaken en verzenden naar uw klanten en bewaren voor uw boekhouder. En hierdoor zal u meer tijd overhouden voor uw kernactiviteiten en minder tijd verliezen met administratie. Doordat er enkel tussen twee computersystemen in een beveiligde omgeving wordt gecommuniceerd, laten we geen ruimte voor fraude en worden de menselijke fouten bij het ingeven van facturen tot een minimum beperkt. Wij hanteren één stroom aan facturen zodat het voor al onze leveranciers en in alle gevallen duidelijk is hoe wij de facturen ontvangen. Uit de voorgaande ervaringen van Vlaanderen, die deze werkwijze al van voor 2019 heeft ingevoerd, is gebleken dat ook dit voor onze leveranciers een kostenbesparing kan betekenen in vergelijking met de papieren factuur. Bijkomend is deze digitale werkwijze ook beter voor het milieu, aangezien er minder papier moet gebruikt worden en er geen fysieke post dient bedeeld te worden. Wat willen wij samen met u bereiken? Volgens de regelgeving is elke leverancier verplicht vanaf 1 november van dit jaar om voor opdrachten boven de 3000 euro een digitale factuur te sturen naar de overheid. Waarschijnlijk zal deze regelgeving in 2024 uitbreiding vinden en zal dit ook voor transacties tussen bedrijven verplicht worden. Wij als lokaal bestuur willen hier sneller mee starten, zodat iedereen voldoende tijd krijgt om zich voor te bereiden. Wij zelf willen ruim de tijd kunnen nemen om u hierin te begeleiden, om duidelijkheid te creëren en zoveel als mogelijk verwarring te vermijden. De drempelbedragen gestipuleerd in de regelgeving zijn per opdracht. Stel dat u als leverancier een nieuwe verwarmingsinstallatie levert en plaatst in het culturele centrum met een kostprijs van 35.000 euro. In dit geval is e-facturatie verplicht vanaf 1 mei 2023. Maar u doet ook het jaarlijkse onderhoud van de verwarmingsinstallatie in het culturele centrum. De kostprijs van die opdracht bedraagt 1500 euro en is bij gevolg lager dan de drempel van 3000 euro. U dient dan geen elektronische factuur te maken, ook niet na 1 november 2023. Dit zou zowel voor u als voor het lokale bestuur zeer verwarrend zijn. Een ander voorbeeld hierover. U bent kapster die wekelijks 100 euro factureert voor uw opdracht in het woonzorgcentrum. Op jaarbasis zal u de drempel van 3000 euro overschrijden. Dus ongeacht het bedrag van uw factuur is in dit geval e-facturatie verplicht. Om alle discussie te vermijden en om alle verwarring te vermijden, hanteren wij dus één stroom aan facturen en dit vanaf 1 mei van dit jaar. Is een PDF een e-invoice? Wij krijgen deze vraag vaak. Ik stuur mijn factuur via e-mail. Is dit dan een elektronische factuur? Het antwoord hierop is eenvoudig. Nee. U hebt geen elektronische factuur gemaakt, ook al kan u een PDF via e-mail verzenden. Een digitale factuur heeft een vastgestelde structuur met specifieke velden die aan de zogenaamde UBL-normen moet voldoen. Deze velden zijn een Europese afgesproken structuur. De bedoeling hiervan is dat uw systeem deze velden verstuurt naar ons systeem en dat ons systeem die dan automatisch, snel en foutloos kan lezen. Een document dat u maakt via Word of Excel en daarna omvormt tot een PDF bevat al deze informatie niet. Dus nee, in dit geval hebt u geen elektronische factuur gemaakt. Dit is hoe een digitale factuur eruit ziet. Zoals u kan zien, is dit voor ons als mens niet leesbaar en is dit computertaal. Een softwarepakket vormt deze computertaal om tot een leesbaar document. Wat betekent dit nu voor u als handelaar? Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel beschikt u over een boekhoudpakket. Ofwel beschikt u niet over een boekhoudpakket of facturatiepakket en maakt u uw facturen in Word, Excel of geschreven op papier. In de eerste situatie, wanneer u beschikt over een boekhoud- of facturatiepakket, kan u, als u dat wenst, via de website van Vlaanderen even checken of uw pakket e-facturen kan versturen. De meeste pakketten kunnen dit, mogelijk moet u hiervoor nog een update uitvoeren. De best geplaatste persoon om u hierbij te assisteren is de helpdesk van uw software. De gegevens hiervan vindt u terug via de helpfunctie of info knop in uw softwarepakket. Anders is het wanneer u niet over een softwarepakket beschikt om facturen te maken. In dat geval zijn er tal van toepassingen beschikbaar op de markt waarmee u eenvoudig en snel een factuur kan maken en waar u een goede ondersteuning krijgt. U kan dit pakket uiteraard ook gebruiken, niet enkel voor uw facturen naar de overheid, maar ook voor uw facturen naar andere private klanten, zowel B2B als B2C. De grote vraag is uiteraard, wat zal u dit kosten? Het beste pakket voor iedereen bestaat niet. Elke ondernemer heeft zijn eigen specifieke noden en budgetten. We hebben voor u al een korte analyse gemaakt van de pakketten die op de website van Vlaanderen vermeld staan. Deze zal op onze website beschikbaar gesteld worden en u kan dit dan rustig bekijken. In het merendeel van de gevallen is er een gratis optie beschikbaar. De functionaliteiten die hierin zijn inbegrepen variëren van een beperkt aantal facturen tot een onbeperkt aantal facturen verzonden per jaar. U zal kunnen vaststellen dat er voor elk wat wils is. U kan volgens uw eigen noden en voorkeuren uitbreidingen toevoegen die u in de mogelijkheid zullen stellen uw eigen financiën beter op te volgen en in de hand te nemen. Let wel, deze uitbreidingen zijn niet steeds in de gratis versie inbegrepen. Waar kan u terecht voor bijkomende informatie? Als u meer informatie over dit onderwerp wenst, kan u steeds een kijkje nemen op deze websites. Via een zoekopdracht op het internet met de woorden e-invoicing Vlaanderen komt u op al deze resultaten. Wat gaan wij voor u doen om deze transitie vlot te laten verlopen? Wij hebben een speciale mailbox opgezet waar u met al uw vragen over dit onderwerp terecht kan. e-koppeltekenfacturatie@hoilaert.be dit is niet het nieuwe mailadres voor facturen. Enkel uw vragen worden in deze mailbox behandeld. Uw facturen komen vanaf 1 mei niet meer via mail toe. Wij voorzien ook tijdelijke telefonische bijstand tijdens de kantooruren. In de loop van de maand april kan u een afspraak maken met iemand van de financiële dienst voor assistentie. Wij kunnen u bijvoorbeeld helpen bij het aanmaken van een account. Op een van de pakketten. Meer informatie hierover zal u op onze website vinden vanaf de maand februari. Op onze website voorzien wij ook een pagina waar alle informatie over dit onderwerp wordt verzameld en waar wij de meest gestelde vragen zullen oplijsten. Om te vermijden dat er onduidelijkheid ontstaat over de status van uw factuur, houden wij ook een register bij van de geweigerde facturen. Dit zijn facturen die na 1 mei nog in de ongewenste vorm binnenkomen. Word, Excel, papier, PDF. Wij zullen deze lijst op zeer regelmatige basis opvolgen met de betrokken leveranciers. Hoe verloopt digitale facturatie in de praktijk? Wat is OpenPeppol? Peppol is een netwerk voor uitwisseling van elektronische bedrijfsdocumenten tussen ondernemingen en overheden, zonder de handmatige tussenkomst van de betrokken partijen. Het facturatiepakket is een access point of toegangspunt, het groene blokje in dit schema. Het peppelnetwerk is de blauwe wolk in dit schema. U kan dit het best vergelijken met het telefonienetwerk. De blauwe wolk is in dit geval het telefonienetwerk. Ik, bedrijf 1, heb een abonnement bij Proximus. Proximus is dus mijn toegangspunt tot het telefonienetwerk. Mijn collega, bedrijf 3, heeft een abonnement bij Telenet. Dat is zijn toegangspunt of access point tot het telefonienetwerk. Zonder dat iemand moet tussenkomen, kunnen wij naar elkaar bellen of berichten sturen. Het telefonienetwerk is voor iedereen hetzelfde. Maar iedereen heeft de vrije keuze tot het toegangspunt. Dit is ook zo bij elektronische facturatie. Het facturatiepakket dat u kiest is uw toegangspunt tot het PEPPOL-netwerk. Voor de overheid is dit toegangspunt Mercurius. Wat hebben wij vandaag geleerd? Vanaf 1 mei 2023. Aanvaardt het lokaal bestuur enkel nog digitale facturen? Een pdf is geen digitale factuur? Hebt u een facturatiepakket? Contacteer dan uw softwareleverancier. Hebt u geen facturatiepakket? Kies dan een veleer gratis toepassing. En bij twijfel of vragen, contacteer zeker het lokaal bestuur. Wij staan klaar om u te helpen.